Ik sta onder het grootste beeld. Hij is 7 meter lang. De kleinste, relatief 1,5 meter. Dat moet ook om een beetje te kunnen concurreren met deze grote hal. Ik ben onder indruk niet alleen de grootte, maar ook over het afwerkingsniveau. En natuurlijk die verhaallijn die bijzonder is. Elke sculptuur vertelt een verhaal. En dat is met de knippen ook misschien wel. In ieder geval met veel humor. En dat spreekt me aan. De perfecte afwerking is zelfs terug te vinden op de sokkel van elk beeld. En dat maakt het volgens mij heel bijzonder. Willem, mag ik je uitnodigen om jouw verhaal te mogen horen? En dan na Willem zijn verhaal gaan we naar het beeld. En dan voeren wij dus, zoals gezegd, de openingshandeling uit. Van harte welkom allemaal. Dat u allemaal gekomen bent. In de jaren 70 was ik als keramist niet bezig met het verhaal van transformatie paard naar machine. Ik had een ander probleem als keramist. Ik wilde paarden maken met dunne benen. Mooi ruimtelijk hoog rank op de benen. Nou, dat gaat met keramiek gaat het heel slecht. Want het is nogal breekbaar. En dan ga je denken, hoe kan ik dat dan anders maken? Dus niet de gangbare oplossing van een hek tussen de paardenbenen, of helemaal gesloten, of een bos gras, wat je wel zag. Allemaal lelijke beeldhouwkundige oplossingen. Ik heb dus de hele vormgeving veranderd. Maar om de dynamiek te behouden in die vormgeving, moesten de wielen aankomen. En daar is dus een heel verhaal uit voortgekomen. Want van het een komt het ander, dus je vervangt het onderstel door een metalen onderstel met wielen. En er is een van de oudste ontwerpjes ook nog verder doorgedacht. Er is dus de buik van het paard is wiel geworden en de paardenbenen zijn daarbij rudimentair aanwezig. En je gaat steeds verder doordenken en ineens komt het besef van, jongens, wacht even, ik ben met een thema bezig. Een thema waarbij we geen van allen bewust zijn geweest. We zijn allemaal opgegroeid, tenminste een groot gedeelte van de mensen, met paard en wagen. Bij ons kwam in de straat de groenteboer, de melkboer, de schillenboer, kwam met paard en wagen. Er was één bewoner met een auto, met zo'n klepje van achter waar de mensen kinderen in konden zitten. Wij moesten als kinderen allemaal helpen duwen. Hij gaf een knal en er stond weer stil. Dat was onze autobelevenis. En verder was het paard en wagen. En we zien langzaam en zeker zien we dus hoe die auto het straatbeeld vult. En dan kun je eigenlijk achteraf zeggen dat het automobiel tijdperk van de afgelopen eeuw, van 100 jaar, eigenlijk de meest grote cultuurdrager geweest is van de afgelopen eeuw. Dus de cultuurdrager is niet een mooi schilderij van Andy Warhol met zoeblikken, maar het is een automobiel met zijn vormgeving en die alom aanwezig is. En aanvankelijk is het een vrij simpel, inderdaad, het verhaal van paard en wagen naar koets met een motortje. Dat zie je dus ook mooi in de benaming van de onderdelen. Een spatbord in het Duits heet Kotflügel. En Kot is paardenmest. Met andere woorden, in die tijd lag er zoveel paardenmest op straat dat je maar beter een schutbord kon hebben. En daar komt ook het woord dashboard vandaan. Weten mensen ook niet, maar dashboard, waar de mooie klokjes in zitten, was vroeger gewoon het houten schutbord die voorkwam dat alle paardenmest in je gezicht kwam. De allereerste auto's, daar zien we hier ook voorbeelden van, daar zien we dat de klokjes, die zitten dus op dat houten dashboard. En later is dat dus met de vormgeving van een automobiel veranderd. We zien dus hoe die automobiel met zijn vormgeving alles, maar ook alles beïnvloed heeft. He? Aanvankelijk dus, vorm volgt functie, een wiel, spatbord enzovoort, motorkap met de motor eronder. Allemaal heel simpel. We gaan langzaam en zeker gaan we zoeken naar meer gestroomlijnde vormen. We gaan scherpere lijnen gaan wij zoeken. Ford was een van de eerste die ermee kwam, de zogenaamde sharp edge design. Het wonderlijke is, we zien dat dus in alles terug. Dat zien we terug in meubels, we zien het terug in gebruiksvoorwerpen. Omdat die auto, zonder dat we dat beseffen, want er wordt natuurlijk gescholden op die auto's en het is vervuilend en noem maar op. Maar zonder die auto's hadden we dus geen scheepvaart gehad, zoals we ze nu hebben. En ook geen luchtvaart. Vergeet je niet, dat heeft er allemaal mee te maken.
Maar ook die dagelijkse vormgeving die beïnvloed wordt door die auto's. Wat we kunnen zien, en dat bijna ziet, iedereen ziet dat, als je een auto ziet uit de jaren 60, dan zie je meteen in de vorm, typisch jaren 60. Maar zie je een televisie uit die tijd, dan zeg je ook, typisch jaren 60. Ook in de mode. Alles heeft dus invloed met elkaar. Ik vind dus die auto belangrijk. Maar ik was me er niet zo bewust van. Nu wel. Ben ik dus, ook dankzij die nieuwe techniek, kunnen we dus nu dingen bedenken die rechtstreeks passen in het verhaal. En het laatste beeld, dat sluit het dan ook mooi af. En dat is Tomorrow's Fossil. En hoe actueel kun je het bedenken? We hebben nu net die klimaattop gehad in Parijs. En we hebben de fossiele brandstoffen hebben we dus in de ban gedaan. En hoewel ik vanmorgen las in de krant dat het record hoeveelheid steenkolen dit jaar die verstookt is door de energiecentrales nog nooit zo hoog geweest is. Dat is ook wel weer een beetje in tegenspraak met elkaar. Actualiteit, dus de beelden zijn actueel. Het zijn de fossiel van morgen. De automobiel is ook zoals in de huidige vorm gaat verdwijnen. We gaan allemaal elektrisch rijden. Vergis u niet, de waterstofauto wordt een elektrische auto. Waterstof wordt dus opgewekt verkregen door elektriciteit en kan dus door een omzetapparaat weer teruggebracht worden tot elektriciteit. Dus het wordt elektrisch rijden in de toekomst. Betekent dan ook dat de hele vormgeving gaat veranderen. Het wonderlijke is dat Tesla, die dus een prachtig voorbeeld is van elektrisch rijden, maar nog wel aan de voorzijde een soort grill getekend heeft. Wat een totaal onzinnig ding is, want het is eigenlijk niks meer als een residu van vorm wat ooit geweest, maar totaal functieloos. En we zullen ook zien dat dus de nieuwe auto's, ik vind het een mooie auto overigens hoor, de Tesla, maar we zullen zien dat die techniek dus voor een groot gedeelte ook straks die hele vormgeving gaat bepalen. En science fiction tekenaars, maar ook de ontwerpers van de oude fabrieken zijn er al mee bezig. Waarbij, ik heb al een model gezien van een soort bus waar je in zit. Dus je zit gezellig op de achterbank met een glaasje wijn. En je hebt ingetoetst waar je heen wil. En via de satellieten ga je daarheen. Het wordt lekker ontspannen, lekker gezellig op de snelweg. Er zullen altijd nog wel idioten zijn die je snijden. Maar goed, hoe ze dat dan doen, weet ik ook niet. Maar lieve mensen, ik heb dus een beetje mijn verhaal verteld van hoe het gekomen is en hoe het gegroeid is, hoe die ideeën vorm krijgen. Het laatste beeld, Tomorrow's Fossil, wil ik samen met onze directeur Ronald Kooijman onthullen. Dus u mag allemaal meelopen en dan gaan we het laatste beeld doen. Dank u wel. Het is super horsepower. De power daddy.